Arie Mas Max, kun je eraan wennen, die wekelijkse podiumplek? In Japan reed je ook weer als een samurai zwaard door de motor. De Mafia liet zich ook weer van de beste kant zien. Nu krijgt Ferrari van de FIA altijd het voordeel van de twijfel, maar dit jaar twijfelen ze bij Ferrari overal over. Ferrari gedraagt zich als neef Fredo uit The Godfather. Max, ze meten gewoon met twee maten. Jij kreeg wel een penalty na je actie op Raikkonen, terwijl Vettel zonder straf eventjes voor 50.000 euro schade aan jouw bolide mocht rijden. Nu komt de Mafia, oorspronkelijk ook uit Italië, dus ik kijk er niet raar van op. Het team van Ferrari stopte maffen terug in de maffia. Want ze lagen toch te slapen tijdens kwalificatie. Zo kon jij natuurlijk mooi van plek 3 vertrekken. Je zou haast denken dat Ferrari teambaas Arriva Bene volgend jaar bij Mercedes gaat werken. Daar kunnen ze waarschijnlijk nog wel een goede kok gebruiken. Ferrari kan de titel toch ook gewoon aan Hamilton geven. Vettel en Raikkonen reden als oude wijven. Het zou me niets verbazen als die een brandvrije Tena Lady in hun racepraak dragen. Waarom rijden die twee volgend jaar niet gewoon mee met de vrouwenklasse? Jazeker mensen, er wordt volgend jaar voor de vrouwelijke coureurs een speciale W-series raceklasse geïntroduceerd. En dat is goed nieuws, want dit moet ervoor zorgen dat er ook vrouwelijke coureurs in de Formule 1 gaan racen. Max, jij denkt dat het hem niet gaat worden. Denk ik trouwens ook hoor, maar ik ben er zeker niet tegen. Nee, en ik ga hier ook geen flauwe grappen maken over vrouwen achter het stuur. Ik ga niet zeggen, het scheelt, ze hoeven tijdens het racen toch niet in te parkeren. Of de kans is heel klein dat ze de nagels breken sinds de halo is ingevoerd. Sterker nog, ik vind vrouwen in de racerij super stoer. Als mijn dochtertje later wil racen, graag. De kart staat al klaar in de schuur. Vrouwen die gek zijn op pk's zijn stoer. Maar het vergroot de afstand met de mannen juist toch als je ze bij elkaar in een klasse stopt. Wat is er nou eigenlijk mis met gewoon een Formule 1 vrouwenklasse? Ik bedoel dat niet denigrerend, maar mannen zijn toch gewoon wat sterker en die kunnen lichamelijk toch ook meer dan vrouwen? Oké, Pascal Wehrlein en Stoffel van Doorn uitgezonderd. Maar ja, in elke sport maken we onderscheid tussen mannen en vrouwen. Behalve bij korfbal. Dat is geen sport. Dat is een parenclub voor EO-leden. Maar of het nou voetbal is, schaatsen, zwemmen of wielrennen, mannen hebben een sterkere bouw en zullen op sportgebied altijd voorblijven op de vrouwen. Voer dus een extra Formule 1 klasse in, speciaal voor de dames. En laat de dames ook gewoon op diezelfde dag op hetzelfde circuit strijden. Maar dan ook alleen vrouwen in het team. En de vrouwelijke monteurs hebben ook alleen maar mooie mannenposters in de werkplaats. En dan van die heuse Beach Boys bij elke bolide op de grid. En dat mijn vrouw op de racedag zelf ook zegt, ga jij maar lekker boven op de slaapkamer Days of Our Lives kijken. De dames komen namelijk Formule 1 kijken. De tv is van mij. En als je toch loopt, zet even een extra kratje koud, wil je? Het zou zomaar eens de omgekeerde Me Too discussie kunnen opleveren over een aantal jaren. Dat de mannen er helemaal klaar mee zijn om als vleesobject te worden weggezet. En dat ze dat dan bespreken met elkaar tijdens het winkelen of de high tea. Ik zie het wel voor me. Dus dames, gas op die lolly en racen. Oké, even terug naar de realiteit. Dit weekend staat Texas voor de deur en kan Hamilton voor de 5e keer wereldkampioen worden. En ik stel voor dat dit ook gebeurt. Laten we ons allemaal als Ferrari gedragen en Hamilton laten winnen. Hebben we het meteen gehad en kunnen we de laatste paar races van dit seizoen lekker nog knallen voor de show. De spanning is toch al weg. De vele transfers zijn allemaal bekend. Is toch eigenlijk ook gek dat je in de auto rijdt van het team dat volgend jaar je concurrent is. Ja, je moet de sport professioneel benaderen, maar het echte killer instinct is toch weg. Nu is dat niet zo erg dat je in Amerika geen killer instinct hebt, want hij schoot voorbij heeft in Amerika een hele andere betekenis dan in de rest van de wereld. Maar voor de afwisseling was een extra damesklasse nu al helemaal geweldig geweest. Dus Max, om de ultieme slogan van de Amerikanen maar te gebruiken, let's grab him by the... Nee hoor, zo laag ga ik zelfs niet. Unleash the Lioness. Op naar Amerika.